Berg Proxis X1 in neochroomkleur te kunnen winnen. Step, wow. Willem, testen. Ik denk, jongens... Welkom bij een gloednieuwe video trouwens. Ik denk dat niemand dit merk kent. Misschien kennen jullie het merk Berg van de trampolines. Dit is de eerste step die Berg ooit heeft gemaakt. Dit is de Proxis X1. Ze hebben er eentje opgestuurd. Helemaal gratis en voor niks. Wij mochten hem vandaag testen. Plus, op het einde gaan we hem helemaal gratis weggeven aan één van jullie. Dus blijf zeker weten kijken. Willem en ik gaan hem helemaal onder de loep nemen. We gaan grinden. Ja, we gaan wel grinden. Ja, we gaan wel grinden. Ja, dus sorry aan degene die hem wint. Nee, maar... nee. Wij gaan daar Mark van ons op achterlaten. Misschien een handtekening. Misschien ook niet. Blijf kijken hoe je hem kan winnen. En we gaan hem nu eventjes in elkaar zetten. Yo. Ik dacht, jij gaat hem vangen, broer. Even unboxen. Mooi doosje. Ja, mooi doosje. Mooi doosje. Ja, maar het is los. Echt een goede stap. Maar dat ga je zo wel zien. Het is echt okay. Geen namaak. Dus, die is open. Mooi dit. Die is ook open. Die is ook open. Open. Kijk die open. Bar en zo. Ja. Berry. Ja, het zien. Oké, dan beginnen we met de bar. Oh, dat zit allemaal tijd. Oh, alles in elkaar. Oh, tijd. Ik heb ook geen dingen van. Ik heb wel een mes, denk ik. Heb je een mesje? Oké, okay, dus. Zo zit hij in de doos, instructieboekje en een sleuteltje, ja, dat is helemaal nice. Ook nog een lange, dat is het pluspunt. Wij zijn professioneel, we hebben die niet nodig, niks in de doos. Want nee. Het is een compleet, je hebt niet veel meer nodig. Mesvatten. Boekje jongens, kan je eens een keer doorlezen, maar op zich niet veel speciaals aan. Het zal een beetje handleiding en zo in staan. Maar ja, zoals Willem al zei, hebben we niet nodig. Dus het moet gewoon, hoppatee. Pak een mes, kijk wel uit als je die openmaakt. Ja, want... liever een schaar eigenlijk. Oké, dus jij het stuur. Voor mij is hij te laag, maar het is dus niet een step voor mij, het is een step voor beginners. Yes, daar komen we dadelijk nog op terug als we hem in elkaar zetten. Krijgen jullie een paar specificaties. Kevin gaat de uitleg over geven, stuur leggen we even hier neer. Ja. Kijk dit. Ja, het is clean, joh. Die rem ook, die rem is echt cool. Super simpel dit, wat ja, nu het is komt. Echt, het is echt heel simpel. Stap 1, waar is stap 1? Zakje open, inbus eruit. Dat is stap 2, inbus eruit. Inbus eruit. Stap 3. Stuur vastpakken. Ja. Voet op step. Erop. En aandraai maar. En je kan rijden. Ja, en gas erop, jongens. Oké, Willem gaat hem nu eventjes vastdraaien. In de tussentijd, jongens. Ja. Deze step is totaal 80 centimeter hoog. IAC-compressietje. 95% van de stunt steps complete van deze soorten zijn IAC. Hij weegt in totaal 3,5 kilo. 3590 gram. Niet veel, is gewoon eigenlijk gewoon normaal. Daarnaast stuurtje is 530 centimeter breed. Check die onderkant, man. Dat is echt wel vet. Ja, dit is wel clean, hè? Zo ja. Met die graphics. Gewoon hier die blunt later in, dat is echt top. Juist, inderdaad. Achter ook gewoon die deckhands erin. Inderdaad. De hoogte van de bar is 5,50, maar op zich als je de hoogte van de complete step weet. Ja man, ABEC 9'tjes erin. Hoe lang denk je dat het dek is? Okay, de dek is 21,5 denk ik. Nee. Korter, langer? Korter. Kort, 20,5 dan? Nee. 19,5? Nee. Langer, korter? Langer. Langer? Ja. Oh, 20,1 of zo? Nee, 19,7, 50 centimeter. Hoe breed denk je? 4,8. Nee. 5. Ja, dus 50 centimeter. Hier volgen even een paar zieke shots. Als je een nieuwe step binnenkrijgt, is natuurlijk wel slim, draait je stuur erop. Check altijd even wielen, die ook vastzitten. Juist. Bij deze die vast, rem zit vast. Als je even hebt gereden, misschien een uurtje, twee uur, kan het zijn dat het los gaat. Draai dat nog een keer voor de zekerheid goed vast, dat je niet zonder een wiel gaat rijden of je stuur eraf vliegt of dergelijke. Kan altijd, iets kan losvallen. Dus doe daar, rij je wielen goed in, dat ze niet snappen, je bent alle wielen. Rij je wielen goed in, dan weet je zeker dat je er gewoon heel lang op kan rondrijden. Yes, right. Shots. Eerlijke mening. Er is één moeder die weet de prijs. Ja. Ik ga je ook vertellen, als jij de prijs denkt, denken we, oké, dus deze complete is 169 euro. Wat je ervoor krijgt is echt wel kwaliteit. Op het eerste opzicht is dit kwaliteit. We gaan hem nog testen, dan gaan we nog even review geven wat wij ervan vinden. Hoe die rijdt en of je hem zou moeten kopen of niet. Oh ja, we hebben nog een giveaway op het einde. We gaan hem weggeven. Dus. Kijk, blijf checken. Alright. Oké, dus Willem gaat gewoon even een paar trickies doen. En dan kijken hoe die voelt of rijdt. Hey, lekker. Juist. Oké, Sam gaat dadelijk nog een backie doen. Ja. En dan zal ik een flairtje doen. Nou, we eigenlijk alles gehad. Alleen een frontie, maar Thomas is er niet, dus. Ik ga geen frontie op deze doen, moeilijk. Hey! We hebben niks gezegd. Seconden later. Oh! We hebben niks gezegd. Niks gezegd. Oh, niks gezegd. Maar nou lukt het niet meer, what the fuck? Ja man. Dus jongens, dus doe alvast even een blauw duimpje omhoog. Want dat zal ook een van de dingen zijn die je moet doen om deze Berg Proxis X1 in neochroomkleur te kunnen winnen. Buiten dat je tijdens deze video nog een Berg Proxis X1 stunt step kunt winnen, wil ik graag mededelen
dat wij op 29 augustus 2023 een nieuwe SD-uitstap organiseren naar Skateland met maar liefst 4 uur privé-sessie. Wil je daar nu bij zijn? Het is kort dag. De plekken, volgens mij zijn we al half uitverkocht, dus nog maar 20 plekjes vrij. Schrijf je snel in door op de link in bio te klikken en naar de website te gaan. En veel succes met het winnen van deze nieuwe stuntset. Plus daarnaast, schrijf je in voor de uitstap. Ik wil ook schrijven, man. Ja, doe dat dan. Het setje is ook wel lekker, man. Ja, die rijdt goed, hè? Oh, dat rijdt zacht, jongen. Ja, dat rijdt anders. Dus. Ja, dat is even wennen, hè? Ja, man. Het baas bent ook anders. Rijdt sneller, kun je drop test? Ah, grapje. Kapot clean. Oké, kikkelig. Hoppa. Kun je flaren, denk je? Ja, dat wel. Oké, nog één. Dat is geld, dus. Yo. Hij heeft nog één. Ja, is goed. Nog één. Hoi. Ten hours later. Fingerwhip. Hoi. Oeh, wat hè? Hoi. Ja, het was de triple. Eerst whip. Bubbel. First try, broer. Oké, dus Sammy gaat een backie doen. Daarna gaat Willy het hekkie doen. En dan gaat Kevy een flairtje doen. Op de bergje. Ja, toch. Deze step is geschikt voor de mensen die rond de 1,35 meter tot 1,60 meter, 70 zijn. Ik denk dat als je richting de 1,70 meter gaat, wel iets aan de kleinere kant gaat. Dus ik zou gaan voor de mensen die ongeveer 1,35 zijn. Dus 135 centimeter tot 1,60 meter, 160 centimeter. En dan is deze step echt perfect voor jou. Niet te duur, want er zijn ook veel steps die zijn een stuk duurder. Maar deze prijskwaliteit, €169. Super mooi. Snel in huis ook. En ja, Willem gaat nu iets geks doen. Yo, eindelijk first team, hoor. Brandje, brandje! Oh! Ja, nee! Hey. Oh, damn. Het status van de stunter, helemaal prima. Wheelage ook. Enigste is de grip die een beetje hier los is gekomen. Maar op zich, dat kan ook komen omdat wij heel hard al meteen zo hebben gedaan. Niet echt opgestaan hebben. Voor de rest helemaal prima, in orde, onderkant. Zie niks van, alleen die kruin dingen. Hartepee. Kaas. Joehoe. Ik krijg wel een beetje rugpijn van. Second try, boys. En ik heb al heel lang geen flare op die gedaan. Dus dat is prima. Oh, Willem is weg nu, jongen. Yo. Even wel voor de mensen, ben je nog steeds aan het kijken? Nog heel eventjes kijken en je kan gewoon kans maken op deze step. Misschien vind je kleur niet mooi of weet ik veel wat, maar dan kun je hem nog altijd naar niemand anders giveaway geven of weet ik veel wat. Desnoods verkoop je hem aan iemand, zodat iemand er plezier van heeft en dat hij niet thuis onder het stof staat. Dus we hopen dat iemand hem wint die er iets aan heeft, maar dat gaat zeker goed komen en zeker als we de regels straks geven voor deze step te kunnen winnen. Dus blijf zeker weten kijken, doe alvast blauw duimpje omhoog en stay tuned. Knallen. Hoppatee. Dus als je tussen de 1,30 meter en 1,60 meter bent, check alvast de eerste link in bio. Nee, wacht nog heel eventjes, blijf nog even kijken. Want je kunt hem misschien winnen. Juist. Deze steps zijn ook nog te krijgen in andere kleuren. Check die op de website. Deze 4 kleuren zijn er te koop. Allemaal ongeveer dezelfde prijs. Maar de neochrome versie is ietsjes duurder. De gewone kleur zit zelfs nog goedkoper. Op 149, dacht ik, zit die. Puur omdat de neochrome kleur is dat iets duurder is. Yo. Wil Steezy, ja. Wat is jouw oprechte mening? Hij rijdt echt heel goed. Wielen draaien goed, hij zet dus goed. In snel vind ik een beetje de handvaten wel hard zijn. Ja, klopt. De grip tape, maar ja, dat is misschien onze fout. Wij zijn zwaarder, wij zijn lomper met die step. En verder is de step echt gewoon perfect, vooral voor beginners. Ja, kijk, het ding is dus ook, stel je voor je koopt deze step. Dan is het eigenlijk met de ideologie van, je hebt bijvoorbeeld een decathlon step. Dan ga je naar een echte stuntstep, zeg maar. En daar zijn deze modeltjes een beetje dat je
gewoon echt een goede headset heb, goede wieletjes, goed stuurtje, mooie hoogte. En dat het gewoon lekker draait en dat je echt gewoon tailwhips kan gaan leren en die soort dingen. En ja, wij gaan er gewoon meteen mee om, flare, flips, alles weet ik veel wat. Oh, en zelfs hekken knallen, gewoon alles. Nee, maar dat is een goede test geweest. Hij is inderdaad goed, zelf dat ik ook een klein beetje, maar ze beginnen nu al zachter te worden. Voel maar eens. Ze beginnen al een beetje in, als je echt knijpt, ze beginnen al iets zachter, maar inderdaad, in het begin voelen ze een beetje harder aan. Ze beginnen al iets zachter te worden, dus dat is chill. Wielen draaien lekker, headset is ook echt top. Die draait echt goed. Lengte van dek, ik rij zelf iets korter, dus was even wennen, maar het is gewoon... Ik rij zelf iets langer, was even wennen. Ja, even wennen. Ja, precies, maar deze is gewoon voor kinderen tussen de 130 centimeter, 160 centimeter. Dit dek stopt waar mijn wiel begint. Ah ja, dan heb je het stuur. Klein verschilletje. Het kan zo zijn dat jullie het merk Berg al eerder hebben gehoord of ergens gezien hebben, want er zijn heel veel trampolines en die go-karts altijd van gemaakt, dus daar staan ze een beetje bekend om. Ook altijd super goede kwaliteit, daarom met deze step moest het ook wel zo zijn dat het wel goede kwaliteit was. Maar we gaan door, want jullie kunnen deze beauty kunnen jullie winnen. En hoe gaan we dat doen? We willen deze step geven, niet deze, we willen die step aan iemand geven die er ook echt iets aan heeft en die hem echt goed kan gebruiken. En die heeft van nou, ik heb nou ook een step van de Decathlon, van de Intertoys, een vouwstepje. Juist. Ik wil upgraden. Laat even in de... Oké, nu komt hij. En niet even, gewoon... Nee. Laat erin. Hey, doe even dit, jongen. Kom op, okay. Focus! Hij komt dan. Oké, ja. Oké, dus als je deze step graag wil in stap 1, like deze video, stap 2. Jongen, je hebt gezegd, niemand stond. Als je deze step graag wil in stap 1, wil je deze step nou winnen? Dan volg deze Rio Cheffer. Ik moet gewoon lachen. Gewoon omdat ik weet hoeveel moeite jij ervoor doet en dan... Ik ga nu ga ik gewoon praten. Oké, nee, dat is goed. Uit, even serieus. Ja. Oké, dus als je deze step zou willen winnen, dan is de eerste stap die je moet doen. Like deze video weer even beneden. Dan, stap 2, laat even een berichtje achter waarom je deze step zou willen winnen. Want we hebben natuurlijk een iemand gegeven die er echt iets aan heeft. Stap 3, probeer als het is een extra bonus, deel hem even op het Instagram van je Instagram. Oké, stap 3. Ja, oké. Stap 3. Ik zeg stap 3 wel. Oké. Goed. Oké, dus stap 3. Als je nog extra kans wilt maken op deze Berg Proxis X1, dan kun je eventjes naar Instagram gaan. Maak een fotootje van jouw beeldscherm of jouw telefoon, screenshot, weet ik veel wat. Dat wij hebben gezien dat jij deze video hebt gekeken. Tag ons ook zeker even, want anders dan zien we die story niet. Dus zorg zeker weten dat je dat doet. Voor de rest, liken zoals Willem zei, berichtje achterlaten zoals Willem altijd zegt. Met de reden waarom jij deze zou willen winnen. Want we willen het graag dat iemand hem heeft die hem kan gebruiken. Ja, dat was het eigenlijk, hè? Oké, ik ga nog even snel naar de auto kijken of ik nog een stift heb. Juist. Dan doen wij even hier zo. Puntje. Heb je ook nog eens een gratis handtekening bij ter waarde van 1000 euro het stuk. Dus dan is de step ook nog meer waard. En dus 2169 euro waard. Ja, Willem gaat even stift zoeken. Kijk deze man gaat Fonti Flat knallen. Oh, dit. Ja, gewoon. Oh, zieke stunters hier. Yo, nice. Oh, gaat ie? Ja. Wel heeft gewoon een stift, jongens. Let's go! Ik ben fucking breed, man. Yes, jongens, jullie hebben de gekste tricks op deze bergproxies gezien van Willem, Sam en ik. Dus wil jij nu deze step winnen waar de handtekening van mij en Willem op staat? Hij is echt gewoon letterlijk bijna nieuw. Dus je krijgt eigenlijk gewoon een nieuwe step door 3 simpele stappen. Liken, eventjes reageren. Plus nog 1 bonus stap. Dus eigenlijk maar 2 stappen. Zet even op Instagram een storytje dat je de video aan het kijken bent. Tag ons. Je mag Willem taggen, je mag mij taggen. Je moet SS Scooter sowieso taggen, want anders kunnen wij de winnaar niet zien. Maar Willem wil jullie bedanken met het kijken van de video. Ik ook. Was een leuke video. En ik hoop dat jullie hem ook leuk vonden. Veel succes met het winnen. En Willem zal nog wel een outfitje knallen. Tot de volgende video. Doei. Oh ja. Laters.